Dat zou wellicht ook wel in de, als cultureel antropoloog een belangrijke ver, manier zijn om te verbinden. Je probeert echt interesse te tonen in dat werk. Nou, in plaats van een oordeel te vormen. Ja, en het is heel leuk, want mensen denken vaak in het begin, of zeggen vaak tegen mij, maar gaan mensen die dan zomaar dingen vertellen? Of mag je overal zomaar meelopen? Want ik kom echt wel op plekken, zoals in mijn politieonderzoek, ja. Ja, waar je heel dicht op, ja, ook op de dingen die mensen niet zo graag willen laten zien komen. Maar mensen willen zo graag erkend en gehoord worden. Dus mensen zijn heel blij met oprechte aandacht voor hun werk. Ja. En uh, je krijgt heel veel informatie. En daar moet je natuurlijk vervolgens heel uh, prudent mee omgaan. Ja. Maar het is ongelooflijk wat mensen je na één, twee dagen uh, laten zien... en vertellen als je meedoet. Dus juist niet als je die uh, onderzoeken met die vragenlijsten bent... maar als je gewoon meedoet Me en ook met je voet ja. in de blubber gaat staan. Ja. En, uh, dat, dat is, is denk tuuk... ik de kracht om... om ik, ja, ik vind het term mooi, guerrilla-onderzoek. En eigenlijk is het... Dus ik vind het een hele mooie term. Het is eigenlijk gek dat we het guerrilla noemen. Alsof een invasive Precies, online ja. enquête is veel ja. invasiever ja. dan aansluiten dat en meedoen. Mee, ja. en maar maar die, dat zijn we niet meer gewend Nee, nee, nee dat vind ik dan een beetje gek. Ja. Hey, en als de, uh, dan hebben we hebben het ook even over dat systemisch uh, kijken en denken gehad. Hè? Want beter, ja. Ik zal een linkje ook op de website plaatsen naar een, naar een bron daarover. Dank, ja. um, als je dan meegaat in dat werk, voel je dan ook het werk? Ik heb het misschien een beetje een vage vraag, maar word je ook onderdeel van dat werk als je bij die politie meegaat kijken? Of blijf je onderzoeker? Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook letterlijk hun dilemma's gaat ervaren in dat ja. systeem? Of is dat, ga ik dan te ver? Nee, absoluut. Het is een continu... De, ik zeg altijd, uh, als antropoloog ben je het beste als je professioneel schizofreen bent. Dus, dus het continu in- en uitzoomen. Ja. Dus wat ik steeds meer doe, wat ik mezelf steeds meer toesta en ook college overgeef, is uh, sensory anthropology. En dat is een beetje een nieuwe stroming in de VS. En dat gaat erover dat je ook heel erg je eigen zintuigelijke waarnemingen heel serieus neemt. En dat is bijzonder, want je bent daarmee als antropoloog je eigen onderzoeksinstrument. En dan moet je dus zorgen dat je jezelf goed kent en dat instrument schoonhoudt. Dus als ik naar een bank ga en ik kom daar uh, het uh, gebouw binnen, en dat is een enorm gebouw zo, en, en dat is heel imponerend. En ik voel als ik binnenkom, dat ik denk, oh jee, heb ik heb wel de juiste kleren aan, en, en oh, ik weet eigenlijk helemaal niet precies waar ik moet zijn. Dus dan voel ik me geïmponeerd. Hmm. En dan kan je twee dingen doen als onderzoeker. Dan kan je denken, nou ja, ik ben dus altijd zelf, uh, hey, ik ben onzeker en, en zo ben, zit ik in elkaar. Ja, dus dat zeg iets je over afdoen, mij, ja. Zeg ja. iets over ja. mij, raar, afdoen als ja. lastig ja, ja, ja. ingewikkeld. Ja. En je kunt zeggen, hey, zeg dat iets over het systeem of het patroon waar ik kom. Ja. En is dit hele systeem er misschien op gericht om mij te imponeren? En in sensory anthropology, uh, wat ik steeds meer doe, is dat die zintuigelijke waarneming, zeg maar, uh, heel serieus nemen, waarnemen, checken of die van mezelf is of van het systeem, en die vervolgens ook gebruiken. Dus als antropoloog in participerende observatie kan je eigenlijk heel ver gaan in gebruik maken van al je zintuigen. En je wordt één van het systeem. En tegelijkertijd is het natuurlijk de kracht om er buiten te blijven staan en steeds weer... Ja. Nou ja, dat heen en weer wisselen tussen emic en etic. Dus tussen binnenstaanders en buitenstaanders perspectief. Dus associëren en dissociëren. Dat is eigenlijk wat je de hele tijd uh, doet. Ja. Dus je zoomt in en uit als, ja. als camera, zeg maar. Ja, spannend. Het vraagt ook wel wat van je als, als professional, hè? Dat uh, ja. vermogen om dus te schakelen. Ja, veldwerk is heel vermoeiend. Veldwerk, ja, dus als, ja, want als ik het veldwerk is, doe, het ga ik vaak uh, het kost echt ergens in een huisje zitten. Dan wil ik ook niet s'avonds thuis zijn. Dus dan wil ik echt in het systeem zitten... En het is heel zwaar, je doet het echt met al je zintuigen. En in het begin kan je nog niet onderscheiden wat belangrijk is en niet. Dus dan is alles belangrijk. Ja, ja, dus ja. antropologen van oudsher, toen ze, toen ze zo in, in Papua en de en, en koloniën onderzoek deden, uh, toen verzamelden ze etnografische rommel. Dat is de reden dat we nu problemen hebben in musea, dat al die antropologen die hebben Heel veel etnografische rommel verzameld. Hè, in de vorm ja, van we nemen een biologie mee. Alles, je weet niet wat belangrijk is. Dus je neemt gewoon alles mee. <laughs> <Ja>. <laughs> Tegenwoordig kunnen we gelukkig foto's maken, ja. dus, dus hoeven we dat niet te stelen. Maar dat is wel wat je doet. Dus je, je ordening is pas achteraf. Ja. Nou, dus een psycholoog of een, of een econoom maakt eerst een hypothese en die ga je aftoetsen. Ja. En antropologen gaan in principe met, met een, een hypotheseloos. Het veld in, kijken wat zich aandient en maken dan op basis van hun materiaal. vormen ze theorie. Ja. Dus grounded, grounded theory. theory. Ja, ja, precies. Hele andere dat andersom. filosofie dan. Ja, uh, dan dus je ordent wel, maar ja. later in je, in je ja. wetenschappelijk proces. Ja, boeiend. En dat kan je dus ook gebruiken om organisaties te bestuderen. om te kijken of ze dingen slimmer of anders kunnen doen. Absoluut. Het is geweldig. En wat, wat heel mooi is, wat ik heel vaak na uh, onderzoek te horen krijg, is ja, maar. Je hebt ons precies zo beschreven zoals we zijn, maar dat wisten we toch al? Nou, dan heb je het goed gedaan. Want vaak weten mensen het al, maar mag het niet gezegd worden zo. Ja. En dat is wat je als antropoloog doet. En dat is soms, zijn mensen ook geschrokken. Dus, dus ik krijg ook wel vaak te horen: ja, maar ja, dit is wel wie we zijn, maar dit willen we niet Weet in het rapport hebben. Want oh ja. dit is. Veel te echt hoe we zijn. Het is heel confronterend ook in zekere zin. Soms wel. Als je ja. erin zit, zie je het niet altijd. En als je, nee. dan, dan krijg je in één keer zo'n spiegel of een reflectie terug. Van, ja. Zo kom je eigenlijk over en dat, dat, dat komt dan wel binnen. Ja, je kijkt echt in de spiegel ja. of de, hè, naar je eigen foto.